Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en kinderen. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Mulder. De schriftlezingen deze middag zijn uit Leviticus en Johannes. Leviticus 19, de versen 9 tot en met 19 en 26 tot en met 29. Johannes 5, de versen 39 tot en met 47. En aan de beurt is vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25. Het thema is één Bijbel, twee testamenten. Mededelingen namens de kerkenraad. Deo Valente, aanstaande donderdagavond 11 april is er een gemeenteavond met betrekking tot het convent. Het document dat door de kerkenraad is opgesteld zal dan worden toegelicht. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De Herberg is een gastvrij huis voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Er wordt onder een geopende Bijbel professionele begeleiding en liefdevolle aandacht geboden. We gaan nu zingen Psalm 77, vers 8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan.
Afgelopen nacht is onze broeder van der Sluis ontslapen in de leeftijd van 88 jaar. De laatste jaren was zijn gezondheid erg broos en gingen zijn krachten steeds verder achteruit. Tot op het laatst zocht hij de Heere in zijn gebed, omdat hij hulp van hem verwachtte. Niet altijd durfde hij te zeggen dat het goed was tussen de Heer en hem, maar dan zong hij zich er vaak weer bovenuit. Zo zongen we afgelopen week nog op zijn sterfbed uit Psalm 42. Laten we hem gedenken door het zingen van Psalm 42, vers 1 en 5.
Laten we samen ons geloof belijden en vervolgens zingen uit Psalm 40, het vierde en ook het achtste vers. Dan zingen we in het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat gaat over de Heer Jezus. En dat heeft ook alles te maken met wat er in het Oude Testament staat, dat het uiteindelijk vervuld wordt in de Heer Jezus. Dat is waar het vanmiddag in de preek ook over gaat. Dus vandaar Psalm 40, vers 4 en 8. Beleidt u het met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
In ons gebed zullen we aan een aantal mensen denken. We denken aan de weduwe zuster van de Sluis, de Rederijkers 50, aan haar dochter en ook aan de verdere familie. We denken ook aan Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij mocht na een aantal weken in het ziekenhuis te zijn, in de huis. De waardes zijn op dit moment stabiel en ze blijft voorlopig nog onder controle om te zien hoe het zich gaat ontwikkelen. We denken ook aan broeder Jan van Manen van de Pelikaanstraat 37. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege hartklachten. Hij is gedotterd en intussen ook weer thuis. We denken ook aan broeder Richard van Engelenhoven van de Stationstraat 64. Hij wordt komende maandag aan een hernia geopereerd. Zullen we in ons gebed tot de Heere gaan. Heere, wij zoeken uw aangezicht. Uw gezicht in de Heer Jezus Christus. En Heere, wij beseffen dat wij van nature u ook helemaal niet kunnen zien. Maar wij merken in de schepping op dat u er bent. We zien in de schepping iets van uw macht. En van uw majesteit. En we danken u, Heere, dat we in uw woord u verder getekend mogen zien. Dat de Bijbel ons uitlegt hoe u bent, wie u bent, wie wij zijn en wie wij voor u mogen zijn. En Heere, dat is de reden waarom we hier zijn. We hebben uw woord, gaan we zo openen. We willen graag meer onderwijs. Begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. En Heere, dan is het misschien de ene keer iets wat direct in onze behoefte ligt. En de andere keer hadden we het misschien zelf niet uitgezocht. Maar we danken u dat uw woord zo rijk is. Zoveel variatie biedt. En dat we daar keer op keer uit mogen putten. Onze persoonlijke omgang met de Bijbel. Maar ook aan tafel, als gezin. Of gewoon persoonlijk. Maar ook als gemeente, Heere. We danken u voor die mogelijkheden om uw woord te bestuderen, om het te lezen, op ons in te laten werken. En we vragen u, Heere, als wij vanmiddag uw woord gaan lezen, geef dat we het mogen begrijpen. Dat u onze ogen verlichten, ons verstand daarvoor openen en geef dat we de rijkdom mogen zien. En dat we vooral mogen zien dat u daarin bent. Werk daarom met uw geest, Heere. Want van nature zoeken we u niet, van nature begrijpen we het allemaal niet. Maar als u met uw geest werkt, dan gaan we het zien. Dan gaat er een werkelijkheid voor ons open. Heere, wilt u dat doen? Mensen tot geloof brengen en bekering. Heere, en als we misschien het zicht op u een beetje kwijt zijn geraakt, wilt u dan vanmiddag gebruiken om weer helder zicht op u te krijgen? Wilt u ons nabij zijn, Heere? Als we misschien wat zijn afgedwaald, trek ons dan terug. En als we dan dicht bij u leven, en ons zo klein en kwetsbaar voelen, wilt u ons bemoedigen en vertroosten. Heer, geef zo dat wij uw woord mogen omarmen. Zegent u ook de geloofsbelijdenis die we erbij lezen. Heer, wilt u alles geven wat nodig is in deze dienst, om het tot uw eer te laten zijn en tot opbouw van uw koninkrijk. Zegent de organist, zegent de verkondiging, zegent u onze gaven die we mogen geven. Bijzonder ook voor de herberg. Heere, zegent u het werk wat daar gedaan wordt. Geef dat het ook daadwerkelijk een herberg mag zijn met een geopende Bijbel. En dat dat ook echt iets mag uitwerken. Heere, uw woord vertelt ons dat wij kwetsbare mensen zijn. En daar stonden we net met elkaar ook bij stil. Als broeder van de Sluis ons ontvallen is. 88 jaar mocht hij worden. Heere, u weet wat voor gemist het is voor zijn vrouw, na zoveel jaren getrouwd te zijn. We vragen u, Heere, wilt u zich over haar ontfermen? Wilt u voor haar zorgen? Ze zo vaak samen gesproken hebben, samen gelezen, geluisterd naar uw woord, samen gebeden. Heere, en dan nu heeft zijn laatste adem uitgeblazen, los van elkaar. Dat is aangrijpend, Heere, wilt u bij haar zijn? U zorgen voor haar ook op weg naar het moment van de ter aarde bestelling. Zegt u ook haar dochter, de vriend van uw dochter en ook de verdere familie, Heere, we dragen ze van harte aan u op, weest u ze nabij. Heere, zegt u ook een ieder die, met dat we dat gedenkmoment hadden,
met dat we de naam hoorden. Misschien niet helemaal scherp hebben wie onze broeder was, maar die wel moeten denken aan iemand anders. Een man of een vrouw. Een geliefde die we moesten begraven. Of waarvan we weten dat dat menselijkerwijs gesproken binnenkort zal plaatsvinden. Heer, ontferm u dan over ons. Wij zijn maar kleine, nietige, kwetsbare en zondige mensen. Zie ons dan aan in uw genade. Geef dat die hoop van het evangelie in onze harten mag werken en vanmiddag gevoed mag worden. Heer, we danken u dat Bente Averink met haar ouders thuis is. Ze heeft al zoveel keren in het ziekenhuis gelegen. We hebben daarvoor gebeden, ook deze keer weer. En wil u ook deze keer weer danken dat ze samen met haar ouders Geert en Hanneke thuis is. U zijn heren bij het jonge leven. Dat u de medische wijsheid geeft. En geef u dat de stabiele situatie van dit moment, dat die niet weer omkantelt, maar dat het stabiel mag blijven. Dat ze rust hebben met elkaar. Heren, zorgt u zo voor hen als gezin. En wees ook bij anderen. Als er misschien zorgen zijn over kinderen. Als we ons zorgen maken over de weg die kinderen gaan, of de vermogens die kinderen hebben, of het sociale netwerk waar we in leven. Heren, we kijken op naar u. We vragen u om uw zegen, ook voor opvoeders. Heren, onze handen schieten tekort. Maar wilt u ons toch zegenen? En met uw geest werken. In de harten van jongeren, van kinderen. Ook in het bijzonder als er misschien een rugzakje is. Extra hulp nodig is. Heren, wilt u zo bij ons zijn. Wilt u zo ook onze dank aanvaarden, heren, dat de Jan van Manen opgenomen mocht worden in het ziekenhuis. Heren, het was even spannend. Wat is dit? We danken u dat hij gedotterd is. En dat die ingreep dus geslaagd is. We prijzen uw naam daarvoor en we bidden u zo voor hem en ook voor Gerda zijn vrouw. Wilt u hen erbij zijn? Alles wat er in hun gedachten leeft, wat er zich heeft afgespeeld in het verleden, wat er door hen heen gaat op dit moment, wilt u ze dragen, heren, en uw liefde geven. Ook als er zo geschud wordt aan je levensboom. Heren, we bidden u ook om een gezegende ingreep voor Richard van Engelenhoven. Morgen zal die plaatsvinden, heren. U weet hoe de hernia hem belemmerd heeft en belemmerd. We vragen u, heren, geef dat deze ingreep goed mag verlopen en dat deze ingreep ervoor zorgt dat hij een betere rug krijgt, dat het meer leefbaar is. Wilt u zo bij hem zijn en bij Laura zijn vrouw en bij de kinderen Jaël, Ezra, Lois en Sven. Zorgt u voor ze, heren. En zo kijken we op naar u, heren. En bidden u of u onze gemeente wil bouwen vanmiddag. Of we nu hier in de kerk zijn of op afstand verbonden. Of we nu hier in de kerk zal blijven of bij de oppas zijn of straks naar de parel gaan. Heren, wilt u het allemaal gebruiken tot uw eer, tot opbouw van uw koninkrijk. En denken we ook, heren, aan het bredere verband van onze kerken. De klasses. Mogen u danken, heren, dat kandidaat De Bruyne het klassesexamen heeft met goed gevolg heeft doorlopen. En dat hij nu ook daadwerkelijk als zendingspredikant aan het werk kan. In Duitsland. Zegent u die weg, heren. Stelt u hem tot een zegen. We bidden u ook, heren, voor de nabestaanden van ons overleden dominee Kwant. Weet, heren, wat dominee Kwant heeft mogen betekenen voor onze christelijk gereformeerde kerken. Zoveel dingen heeft hij mogen doen. We zijn dankbaar voor de gave die u hem gaf en wat hij mocht betekenen. We bidden u, heren, om troost voor familie, voor de nabestaanden, de kinderen, de kleinkinderen. Heren, geef uw nabijheid, uw liefde en uw troost. Heren, we bidden u zo, met en voor elkaar. Maak ons beter als we ziek zijn. Geef ons kracht als de dingen ons soms moeilijk vallen. Wilt u ons helpen, Heer, om ons te concentreren op uw woord. U weet dat uw woord voor sommigen iets makkelijks is. Maar voor velen toch ook iets moeilijks. Wat betekent dat nu? Wat zegt dat? Heren, wilt u door uw geest in ons werken. Wilt u de duivel van ons weren. En wilt u deze dienst gebruiken, zodat wij uw woord weer beter leren verstaan en waarderen. En u daarom eren. Om Jezus' wil. Amen. Jongens en meisjes, vanmiddag heb ik een schilderij meegenomen.
En er zijn heel wat van de gemeenteleden, denk ik, die het herkennen. Misschien jij ook wel. Heb je het wel eens ergens zien hangen? En op het schilderij zie je een boek. En als je zo een beetje kijkt, ben ik benieuwd of iemand weet wat voor boek dit is. Wat voor boek is dit nu precies? Wie heeft een idee? Ja, zeg het maar. Ja, de Bijbel. Ja, want ik denk dat jij heel goed kan lezen. En dan zie je het Nieuwe Testament zie je staan. Hè? En misschien zie je op die andere pagina zie je Maleachi, als je heel goed kijkt. En dan weet je, ja, dat is van de Bijbel, hè? Het Nieuwe Testament, Maleachi. Je ziet, dat is precies het overgangspunt van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dan zie je ook zo'n vaas staan. En een plantje erin. En in die ronding van die vaas zie je een naam oplichten. Of in ieder geval een stukje van die naam. Wie ziet welke naam dat is? Waar wijst dat op? Wie weet het? Hij moet natuurlijk goed kunnen lezen, hè? Ja, weet jij het? Jezus, ja, de Heer Jezus. En in dit schilderij, het schilderij van Henk Helmantel, geeft hij dus aan wat volgens hem ook de kern is. Dat je het Oude en Nieuwe Testament hebt, die zijn één boek, ze horen bij elkaar. Maar wat ligt er nou op? Dat is de Heer Jezus. Als je de Bijbel gaat lezen, dan gaat het uiteindelijk om hem. Ook als je soms hele lastige wetten en regels leest, waarvan je denkt, wat moet ik daar nu precies mee? Zoals we nu gaan doen. We gaan met elkaar lezen. Eerst uit Leviticus 19, twee stukken. Daarna Johannes 5, een aantal versen. En vervolgens het korte artikel 25 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Leviticus 19, eerst vanaf vers 9 tot en met 19. Dus in de lijst dus met huiselijke en burgerlijke wetten. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam. En zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen. Ga naar vers 26. U mag niets eten waar nog bloed in zit. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen. U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere. U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt. Gaan we nu naar Johannes 5. En dan lezen we vanaf vers 39 tot en met 47.
Daar zegt de Heer Jezus: u onderzoekt de schriften, het Oude en Nieuwe Testament dus, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, omdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover de Bijbel. Op dit gedeelte en andere delen uit de Bijbel is ons onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gegrond. En we lezen vanmiddag artikel 25. En we zingen vervolgens uit Psalm 19, vers 4 en 5. Over het prachtige van Gods woord. Wij geloven dat de ceremoniën en voorafbeeldingen van de wet met de komst van Christus hebben afgedaan en dat aan alle voorafschaduwingen een einde gekomen is, zodat het gebruik daarvan onder de christenen moet vervallen. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus Jezus, in wie zij hun vervulling hebben. Intussen maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de wet en de profeten, om ons geloof in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven in alle betamelijkheid in te richten, tot Gods eer en naar zijn wil. Tot zover.
Na de preek zingen we uit Psalm 119, vers 65 en ook vers 84. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Getuigenis staat dan voor Gods woord. Hoe wonderbaar is dat? Dies, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Dat is kostbaar, dat bewaar ik. Psalm 119, vers 64, vers 65 en 84 na de preek. En het thema voor de preek van vanmiddag is 1 Bijbel, 2 Testamenten en de preek heeft 3 punten. Dus 1 Bijbel, 2 Testamenten en die zijn in de eerste plaats verbonden aan elkaar. In de tweede plaats verschillen die van elkaar. En in de derde plaats verkondigen die met elkaar. Dus 1 Bijbel, 2 Testamenten. Die zijn verbonden aan elkaar, verschillen van elkaar en verkondigen met elkaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent, daar zit ze. Je puberdochter. Leuke meid hoor. Maar af en toe heeft ze wel wat streken. En deze keer maakt ze het echt bont. Hopelijk hebben de buren het niet gehoord. Stel je voor. Wat een taal. Wat een toon. Eer je vader en je moeder. Nou, vergeet het maar. U zult niet doodslaan. Nou, als blikken konden doden. En je weet wel, het is een momentopname. Puberstreken. Maar dit, het ging toch echt te ver. Je kijkt naar je dochter en je kijkt naar binnen. Ja, en je weet, zelf was ik eigenlijk ook niet zuiver. Dat wat er uit mijn mond kwam, dat verdiende zeker de schoonheidsprijs niet. En hoe ik deed, dat had ook wel anders gekund. Even later stappen jullie samen in de auto. En je gaat rechtstreeks naar de dominee toe. Hij is niet thuis, hij is in de kerk. Je rijdt samen in de auto. En als je het pad van de kerk opdraait, zie je de dominee al staan. En je ziet ook wat hij bij zich heeft. Je loopt naar hem toe. Ja, het voelt toch een beetje gek. Daar staat de dominee. Met een touw in zijn hand en aan dat touw, tja, een kalf. Een stierkalf. Mooi dier eigenlijk. Helemaal gaaf. Mooie kop erop. Prima beest. En je loopt daar naartoe. Je voelt je wel een beetje raar en bekeken. Maar de dominee zegt, nou, leg je hand maar op de kop van het dier en dat doe je dan samen. En belijd je schuld maar. Ja, daar sta je dan hardop met je hand op de kop van een dier. Te belijden wat je allemaal gezegd hebt en wat er zondig was. En als je klaar bent, haal je handen ervan af. De dominee pakt uit zijn achterzak een lang mes. Snijdt de keel van het dier door. Bloed loopt eruit. En het dier valt voor je ogen dood op de grond. Hoe zou je dat vinden? Wat zou er dan door je heen gaan als je dat mee zou maken? Wat denk je dan? Misschien wel verbazing? Wat is dit? Of afgrijzen? Wat? Brr, dit dan? Verschrikkelijk, denk je misschien. Ja, verschrikkelijk voor wie dan? Voor de dominee? Of voor dat dier? Of voor jezelf? Of vooral voor God? Of misschien denk je, nou gelukkig hoeft dat zo niet hoor. Gelukkig doen wij dat zo niet. Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Want wat ik net noemde, dat is gewoon afgeleid uit de Bijbel. Dit komt rechtstreeks uit Leviticus 4. Het gaat over het zondoffer. En dan zegt de Bijbel in Leviticus 4, als een persoon zondigt door een overtreding van enig gebod tegen de Heer, dan moet hij voor zijn zonde, als zondoffer, een jonge stier aanbieden, zonder enig gebrek. Dan moet hij zijn hand op de kop van dat dier leggen, en het slachten voor het aangezicht van de Heer. Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Wat is de reden daarvan?
Ja, misschien denk je dan gelijk, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus. Ja, klopt. Het heeft alles te maken met de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar hoe zit dat en wat zegt dat? Nou, daar gaan we vanmiddag toch eens wat dieper op in. En dan gaan we dus verder waar we de vorige keer gestopt zijn. Ik snap wel, met Goede Vrijdag, Paas ertussen, het is al een poosje geleden. Maar de vorige keer ging het over die twee geschenken die God ons geeft. Het geschenk van de rechtvaardigmaking en het geschenk van de heiligmaking. Het geschenk dat je kind van God mag zijn en het geschenk dat je steeds meer mag leren als kind van God te leven. Dat geschenk. Ik gebruikte toen het voorbeeld van het adopteren van een kind. Wettelijk geadopteerd en nu in mijn huis mag het steeds meer leren wat de Heere, hoe het gaat in ons huis. Het leven met God, die heiligmaking. Een heilig leven, geleid door de geest. Dat is ook een leven naar Gods geboden. Ja, hoe moeten we dat zien? Want ja, Gods geboden, er staan er nogal een aantal. Hè? Ja, misschien zit je hier en zeg je, ja, ik ben toch wel bezig. Of ik heb een keer de Bijbel in 1 jaar gedaan. Nou, dan moet je soms best wel ploeteren door al die hoofdstukken heen. Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Tjongejonge, dat zijn toch een hoop wetten. En hoe moet ik die zien? Moeten we die houden? Ik denk het niet, want ja, jongetjes besnijden op de 8e dag doen we toch ook niet meer. Maar waarom doen we dat eigenlijk niet meer? De Heere zegt toch in zijn woord, wie mij lief heeft, die houdt mijn geboden. Waarom doen we dat dan niet meer met die stier en die besnijdenis niet? Dat heeft inderdaad te maken met die verhouding van het Oude en Nieuwe Testament. Die zijn verbonden met elkaar. Het Oude Testament dat vertelt van de schepping, de zondeval, van de zondvloed, van Abraham, van Egypte, de woestijnreis, het volk in Israël, de Kanaan, de richterentijd, de koningentijd, ballingschap, weer terugkomen eruit. En daar stopt het Oude Testament. Is het open einde. Met verwachting, met hoop. En dan komt het Nieuwe Testament. Dat vertelt van de aankondiging en de geboorte van Jezus. Van zijn leven. Van zijn verkondiging, genezing, sterven, opstanding, hemelvaart. Ja, ook van Pinksteren. En van hoe dat woord, het evangelie, de wereld overgaat. Van Jeruzalem naar Samaria tot aan het uiterste. Twee testamenten. 1 Bijbel, die zijn verbonden aan elkaar. Het loopt in elkaar over. Nergens vanmiddag is het ook alweer een keer goed om dan jezelf af te vragen. Hoe kijk ik er eigenlijk naar? Want God geeft ons dit. Maar wat zegt dat mij? Wat doet dat met mij? Heeft u misschien ook een voorkeur? Iemand die schreef, het Nieuwe Testament is eigenlijk maar een verklarende woordenlijst bij het Oude Testament. Met andere woorden, het Oude Testament, daar draait het om. En het wordt een beetje uitgelegd verder in het Nieuwe Testament, maar het Oude Testament, dat is toch waar het om gaat. Misschien heeft u ook wel voorliefde voor het Oude Testament. Die aansprekende geschiedenissen van Abraham, Isaac, Jacob, David. Of die aangrijpende diepte van de profeten. Of wat te denken van de aanzienlijke wijsheid, Spreuken, Prediker. Misschien is het Oude Testament voor u wel een schatboek. En komt het Nieuwe Testament wat bekaaid af? Of ben je vooral een evangelielezer? Nieuwe Testament. Zeg je al die wetten in het Oude Testament, die voorschriften? Ja, en iemand die goed gelezen heeft, die zegt misschien ook, ja, dat geweld in het Oude Testament. God die beveelt zijn volk uit te roeien. Zijn volk, die beveelt een volk uit te roeien in Kanaan. Niet 1 volk, maar meerdere zelfs. Nee, geef mij het Nieuwe Testament maar. Dat is een God van liefde. Het werk van Jezus, daar gaat het toch om? Ja, wij hebben misschien ook onze voorkeuren. En wat is uw voorkeur eigenlijk? Wat leest u het liefst? Als je even wat wil lezen, wat lees je dan? Wat zegt dat eigenlijk over uw geloofsleven? Of zegt dat eigenlijk maar weinig? Kijk, in de geschiedenis is er heel vaak discussie geweest over die verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament. Misschien heb je al eens gehoord van het extreme standpunt van Marcion. Marcion leefde ruim 100 jaar na Christus.
En die had het extreme standpunt dat hij zei, ja, het Oude Testament, dat laat zien dat God koud is en wraakzuchtig. Dat is een totaal andere God dan de God van het Nieuwe Testament. Want die God is barmhartig en genadig. Dus het Oude Testament, ja, laat alsjeblieft zitten. Daar heb ik geen behoefte aan. Het is zo'n groot verschil, dat Oude en Nieuwe Testament. Ik wil alleen het Nieuwe. Ja, kan ik dat zeggen als christen? Kan ik zeggen, ah, er zijn stukjes die ik niet hoef. Kan ik ze van behoefte aan. Kijk, als christenen snappen we, het Nieuwe Testament heb je nodig, want anders kun je geen christen zijn. Maar zouden we zonder het Oude Testament kunnen? Zouden we kunnen zeggen, heren, wij willen u dienen, maar voor ons geldt natuurlijk het Nieuwe Testament, wij leven na Christus, dus het Oude Testament kunnen we wel schrappen. Denk niet, hè? Natuurlijk, schrappen is misschien wel stevig, maar het kan natuurlijk ook naar voren komen in hoe wij omgaan met de Bijbel. Dat je eigenlijk met dat je kijkt naar je omgang met de Bijbel, dat daarin toch wel iets te zien is van een selectie. Wat moet je daarmee? Nou, hoor dan de woorden van Jezus zelf in Matthäus 5, vers 17. Waar hij zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten, het hele Oude Testament dus, te ontbinden. Uit elkaar te binden, alsof het overboord kan. Nee, dat niet. Ik ben niet gekomen om het te ontbinden, om af te schaffen, maar om die te vervullen. Of die woorden uit Johannes 5, waar ik net mee begon, in vers 39. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Zoek in het Oude Testament, want die schriften getuigen van mij. Of denk aan de Emmausgangers, die geen geloof hebben, die het allemaal niet zien. Dan gaat de Heer Jezus naast ze lopen. Vertelt niet gelijk dat hij het is, maar gaat hen laten zien en zegt, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit in al de schriften wat over hem geschreven was. Met andere woorden, de Heer Jezus zelf die zegt tegen ons dat Oude Testament, ook met die moeilijke wetten en profeten, die getuigen van mij. Dat is uiteindelijk de basis. Het getuigt van mij. Het laat zien, het Oude en Nieuwe Testament, wie de Heer Jezus is. Het complete plan van de Heere voor zondaren zien wij daarin. En juist door naar het Oude Testament te kijken, kunnen we misschien nog dieper zien wie de Heer Jezus is. Kijk, als wij onze discussies hebben en onze voorkeuren hebben over de Bijbel, dan zegt de Heer Jezus vanmiddag dus tegen ons, misschien iets wat je al lang wist, maar zul je beseffen dat als je studeert in de Bijbel, dat dat getuigt van mij. Ik denk dat dat ook iets kan zijn wat helpt. Misschien heeft u ook wel eens een Bijbelstudie gedaan over een profeet. En dan denk je, ja, tjonge, wat moet ik hiermee? Hè? En dat je dan heel snel die context probeert te begrijpen en dan snap je dat gedeelte. En dan ga je heel snel naar jouw leven. En dan maak je de toepassing. Maar dan vergeten we denk ik de kern van wat de Heer Jezus graag wil. Als je dan Bijbelstudie doet, als je dan leest, zoek dan naar wie de Heer Jezus daarin is. Wat dit zegt over hem. Kan soms ook discussie voorkomen. Want dat gaat toch uiteindelijk erom dat we hem zien. Ja, zegt iemand, nou, ik heb wel een gedeelte in gedachten, waar ik pas geleden mee bezig was en ja, ik snap dat echt niet. Ik vind het zo ingewikkeld. Ja, dat geeft niet. Weet wat ik daarmee bedoel? Laat het een leerschool zijn. Er zijn nu gedeelten waarvan ik 10 jaar geleden dacht, nou, daar snap ik echt helemaal niks van. Ik weet niet wat ik ermee moet. Er zijn nog steeds gedeelten van ik denk, jongen, wat is dat ingewikkeld, hoe moet ik dat lezen? Maar met dat ik het serieus neem, en met dat ik Jezus' woorden serieus neem, die zegt, het getuigt van mij, lees die schriften tot op mij, ga ik uiteindelijk altijd de rijkdom zien van wie de Heere is. En zo zijn die testamenten verbonden aan elkaar. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel flink wat verschillen, zeker. Dat is het tweede punt van de preek. Ze verschillen van elkaar.
Nou jongens en meisjes, als het gaat over verschillen tussen het Oude en Nieuwe Testament, dan kun je er misschien zo wel een paar noemen. De tijd waarin het geschreven is, het Oude Testament, de schepping, zondeval, het volk Israël, eeuwenlang. Maar ja, het Nieuwe Testament gaat vooral over de Heer Jezus, over het werk van de Geest. Als het gaat over de omvang, zie je ook een verschil. Het Oude Testament, 39 boeken. Nieuwe Testament, 27. Ja, het is ook wel interessant om die getallen te zien. 66 Bijbelboeken en dan te zien bij Jesaja, dat Jesaja ook 66 boeken heeft. En dat je ook een soort een Oude en Nieuwe Testament bij Jesaja kan zien, met 39 boeken Oude Testament, hoofdstukken, en 27 soort Nieuwe Testament, al in Jesaja. De taal natuurlijk, Hebreeuws, Aramees, dat is het Oude Testament. Grieks, het Nieuwe Testament, dat zijn natuurlijk de verschillen die je misschien gelijk ziet. Maar wat nog meer? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de offerdienst. De offerdienst in het Oude Testament, zoals ik dat net eigenlijk vertelde, al zouden we doorgaan, kreeg je dat soort situaties. Die offerdienst, al dat bloed dat vloeide, in de tempel, elke ochtend, elke middag, een ochtendoffer, een avondoffer, en al die zondoffers, al die lammeren met het paascha. Hoeveel bloed heeft er wel niet gevloeid? En al die keren werd de Israëlieten ertoe opgeroepen, kom met jullie lammeren, kom met jullie offerdieren naar mij toe, zei God. Totdat eenmaal God zei, nu kom ik naar jullie toe, met mijn lam, voor het brandoffer. Dus je ziet in het Oude Testament dat al die offers, dat iets heeft van, ja, er komt nog iets anders. En in het Nieuwe Testament is het eens en voorgoed over. Je kunt ook kijken naar profetieën. Het Oude Testament profeteert over de komst van de Messias. Er komt nog iemand na ons. Er komt nog iemand aan, de Verlosser. Ja, als je dan Jesaja leest. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ja, het getuigt van Jezus. Dat gaat over hem. Net als je in die offerdienst iets ziet oplichten van, oké, al die dieren wezen heen naar het ene volmaakte offer van Jezus. Zo zie je in de profetieën iets oplichten van hoe de Heer Jezus is. Je ziet het soms ook in typen. Typen van de Heer Jezus zeggen we dan. Voorbeelden, personen die iets laten zien van de Heer Jezus, zoals Mozes. Mozes was zachtmoedig. De Heer Jezus was zachtmoedig. Mozes, die moest de woestijn in, vanwege de zonde van zijn volk. De Heer Jezus moest de woestijn in, vanwege de zonde van de mensen. Mozes moest het volk leiden naar het beloofde land. De Heer Jezus leidt zijn volk naar het beloofde land. Zo zie je in het Oude Testament al aspecten oplichten van wie de Heer Jezus is. Je zou kunnen zeggen, het Oude Testament is een vooruitwijzer naar de Heer Jezus. En het Nieuwe Testament is een aanwijzer naar de Heer Jezus. Zie op hem. Hij wordt aangewezen. Het Oude Testament vol belofte, Nieuwe Testament vervuld. Het Oude Testament, je zou kunnen zeggen, is de bloem in de knop. Ik zie iets groeien. Ik weet dat het mooi wordt. Maar het zit nog in de knop. Maar dan, in het Nieuwe Testament, gaat die knop open. En zie je die prachtige bloem met al die kleuren en alle heerlijkheid. Prachtig. Nou, zo mag je dat zien. Je ziet dus die verschillen in het Oude en in het Nieuwe Testament. Wij kunnen het Oude Testament, als wij het daarin lezen, in lezen als christenen, kunnen wij dus nooit meer losmaken van de Heer Jezus. Want stel je voor dat ik zou zeggen, nou broeders en zusters, na deze dienst staat er een boer te wachten en die heeft een aantal jonge stierkalven bij zich. Degene die hun zonde willen belijden, dat kan. Je kunt uw hand op de kop van het dier leggen en dan slachten we dat dier. Hè? Dan offeren we dat voor de Heer. Ja, dan zeggen we, ja, dat is toch wel apart. Dat doen we toch niet meer. Nee, dat is een verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. Maar omdat we dat Oude Testament hebben en ons vanmiddag mogen indenken, maar wacht even. Als ik dan zonde gedaan heb, dan kan ik doen van nou, laat maar zitten. Maar als ik dat serieus neem,
dan zie ik dus recht voor mijn ogen zo'n dier. En die gaat dus de dood in, omdat ik dat gedaan heb. Je gaat je zonde veel dieper beseffen. En daardoor beseft hij misschien ook nog wel beter dat de Heer Jezus zo diep heeft moeten lijden. Nee, we hebben geen priesters meer in altaren. De Rooms-Katholieke Kerk wel. Nee, in Handelingen 15 is er besloten. De heidenen hoeven de wetten, de voorschriften voor de Joden niet te houden. Dat hoeft niet. Maar we mogen in het Oude en Nieuwe Testament, mogen we samen lezen en studeren wat dat toen betekende. En we mogen dat bestuderen met het oog op de Heer Jezus. Ja, en zo ook die wetten. Want wat als je hier vanmiddag zit en zegt, ja, dat van dat kalf, dat is zo één wet, hè. Maar pas geleden las ik nog andere wetten. En wat moet ik daar dan mee? Wat zegt dat over mij? Natuurlijk kan ik dan kijken naar wie de Heer Jezus is. Maar moet ik dat eigenlijk nog wel lezen, dominee? Want ja, dat is toch niet voor hier en nu? En daarom gaan we naar derde. Want het Oude en Nieuwe Testament verkondigen met elkaar wie wij zijn en wie Hij is. Wie God is voor ons in Christus, wie ik ben voor God. Kijk, wij hoeven vandaag de dag niet meer te offeren. Wij hoeven onze kinderen niet meer te besnijden. Maar toch hebben die wetten die we net gelezen hebben nog steeds zeggingskracht. We schrappen het niet uit onze Bijbel. We vinden het soms misschien pittig en lastig. Maar als we die wetten nou eens goed bekijken, dan zitten daar nog prachtige lessen in. Lessen zodat we de Heer Jezus beter leren kennen. Lessen ook voor ons dagelijks leven. En dan kun je die geboden van God in het Oude Testament verdelen in drie groepen. Misschien heeft u wel eens van gehoord en dan is het een mooie opfrisser. Je ziet zedelijke wetten. Dat zijn de 10 geboden. Er staan geboden in als niet doodslaan, niet stelen, geen afgoden. Die wetten, die zijn nog steeds van kracht. Die 10 geboden, die spreken nog steeds. Want je merkt ook in het Nieuwe Testament dat die geboden gewoon weer terugkomen. Lezen we in de 10 geboden... U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat schrijft de apostel Johannes? Lieve kinderen, hoed u voor de afgoden. Met andere woorden, afgoden waren er toen, afgoden zijn er nu. Geen afgoden, want de Heere, onze God, de Heere is één en Hij is onze enige die wij dienen. Een ander voorbeeld. In de 10 geboden lees je, u zult niet doodslaan. De Heer Jezus zegt in de bergrede, als je iemand uitscheldt, raka tegen iemand zegt, dan zondig je al tegen dat 6e gebod. Dan doe je dat al. Die zedelijke wetgeving, die zedelijke geboden, die gelden dus nog steeds. Die komen vanuit het Oude Testament, komen weer terug in het Nieuwe Testament. Die spreken nog steeds. Die wijzen ons aan dat we zondig zijn. Die vertellen ons wat Christus heeft volbracht. Is een prachtige leefregel van de dankbaarheid. Dan heb je ook nog ceremoniële wetten. Dat heeft te maken met de ceremonie, met de offerdienst. Kijk, we hebben geen tempel meer, geen tabernakel. We hebben straks geen kalf buiten staan om te offeren. Dat doen we niet. We hebben geen voedselwetten meer. Maar we lezen het nog wel. Waarom? Nou, omdat in het Oude Testament er vooruitgewezen wordt naar de Heer Jezus. En in het Nieuw Testament Hij wordt aangewezen. Is het mooi om dat bij elkaar op te tellen, om zo nog meer de rijkdom te zien van onze Heer Jezus. Zouden wij het offer van de Heer Jezus echt goed begrijpen, zonder die offerdienst in het Oude Testament? Zouden we het echt goed begrijpen? Ja, misschien ook wel. Maar in ieder geval ga je het des te meer begrijpen en ga je het wonder er steeds beter van zien. Zou je het offer van de Heer Jezus goed begrijpen zonder de profetieën van Jesaja? Ja, misschien zou je het wel goed kunnen begrijpen. Maar is het niet zo dat je nog meer rijkdom ervan gaat zien? Nee, dan doen we dat niet. Maar dan kijken we terug naar hoe dat was. Zodat we des te meer ons gaan verwonderen over dat God zo goed is voor zondige mensen als wij zijn.
En dat voorbeeld wat ik gebruikte aan het begin van de preek. Stel je voor dat je dat nou echt zou doen, hè? Hand op de kop van dat dier. En dan beleid je je schuld en dan symbolisch heb je die schuld dus overgedragen. En dan gaat dat dier dus dood voor jou. Wonderlijk toch? Heftig. Zo serieus neemt God dat dus. Alsnog een boodschap heeft het. En die derde groep, dat zijn de burgerlijke wetten. De zedelijke wetten dus, de ceremoniële wetten. En de burgerlijke wetten. Die waren specifiek voor het volk Israël in het land Kanaan. Wetten en regels die duidelijk maakten hoe je God kan dienen in het beloofde land. Hoe werkt het dan precies? Een bekend voorbeeld kom je tegen in Deuteronomium 22 vers 8. Wat staat daar? De gebiedde Heere die zegt, als je een huis bouwt en je maakt er een plat dak op. Nou, dat gebeurde in die tijd heel vaak. Een plat dak op. Dan moet je er een borstwering omheen maken. Dan moet er een hekwerk omheen. Zodat niet, als je daar loopt, je van het dak af kan vallen en je nek kan breken. Nee, je moet er een borstwering omheen zetten. Zeker als er een vreemdeling komt of iemand die je huis niet kent. Die valt er misschien zo van het dak af. Moeten wij dat nu ook doen? Is het voor ons nu van God uit de verplichting? Oké, als ik dan nu een bungalow heb met een plat dak, dan moet ik dus een borstwering eromheen maken? Nee, zo letterlijk geldt dat dus niet. Want dat gold voor het volk Israël in het land Kanaan. Maar er zit wel een laag onder. De laag van het hart van God dat zegt, als jij iets doet, moet je rekening houden met een ander. Dan moet je rekening houden met het welzijn en de veiligheid van die ander. Ja, en is dat niet ook een lijn naar ons toe? Als wij de Heere onze God willen dienen. Want in Leviticus 19, je zou eens moeten tellen hoe vaak daar staat. Ik ben de Heere. Doe dit niet, doe dat wel. Ik ben de Heere. Er staat niet, doe dit wel, doe dat niet, want je buren zijn zo aardig voor je. Doe dit wel, doe dit niet. Maak het maar concreet in je leven, want ik ben de Heere. Wees dus, zoals dat gebod zegt, niet nalatig tegenover je naaste. Je zou kunnen zeggen, als je die geboden van de Heere overziet, dat wij op weg zijn. En stel je voor dat we met elkaar zeggen, we gaan ergens het klompenpad lopen of het pietenpad lopen. En dan weet je, oké, dan moet ik daar naartoe rijden. En dan kun je de borden van de snelweg volgen. Heb je 10 borden van de snelweg, die brengen je op bestemming. En als je eenmaal daar bent, dan ben je natuurlijk blij dat op dat pad, dat er van die kleine bordjes staan die jou leiden op de weg. Nou, die 10 geboden zijn als het ware de borden op de snelweg. En die kleine geboden zijn als het ware die paaltjes op het pad wat je gaat lopen. Om het concreet te maken. Zoals bijvoorbeeld in Leviticus 19. Laat me vers 9 er eens uitlichten. Daar zegt de Heere, wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. Je mag niet alles meenemen dus. Zoals we zien gebeuren bij Rut en Boas. Rut die mag daarvan rapen. Met andere woorden, je mag dus niet alles meenemen wat op jouw akker groeit. God gaat dus verder dan dat hij zegt, u zult niet stelen. Dat wordt positief omgebogen is in zorg voor je naaste. Je moet niet graaien en maaien. De Heere God die geeft die geboden in de woestijn op weg naar het beloofde land. En hij zegt, jullie komen in een land waarin het ondenkbaar is. Waarin het zaaien is, maaien en graaien. En dan wordt er soms wel eens een stukje laten staan, de rand van de akker, maar dat is voor de veldgeesten, om die gunstig te stemmen. En met die geesten wist je het maar nooit, dus stem ze gunstig, laat er maar een stukje voor staan. Nee, zegt de Heer, zo niet. Je mag wat laten staan, niet voor de veldgeesten, maar voor de armen. Je mag het laten staan voor de mensen die minder hebben dan jij. En niet uit angst, omdat anders misschien God boos wordt, maar in vertrouwen. In dankbaarheid. Want ik ben toch de Heere?
ik zorgde in de woestijn, zou ik dan niet in je dagelijks leven zorgen? Prachtig toch? Zo mogen wij een hoek van onze akker ongemoeid laten. Hoe kunnen we dat doen? Hoe zouden we dit gebod nou concreet kunnen maken? Als we de lijn trekken naar de Heer Jezus. Hoe Hij zorgt. Hoe Hij dingen gaf. Hoe Hij hielp en steunde. Maar dan ook naar vandaag de dag. Hoe zouden we dit kunnen doen? Dat is toch al een beetje opmerkelijk, toch? Moet u misschien het geld dat u maandelijks krijgt zien als de akker? En moeten we dan zeggen dat het er maandelijks binnenkomt, een hoek van mijn geldakker, die is voor de armen. Die zet ik apart voor de mensen die het nodig hebben, want de Heere is mijn God. Of dat je in de hoek van je kamer een foto zet van een sponsorkindje wat je sponsort. Omdat je de overtuiging hebt, de Heere zegent mij zo, ik wil daar iets voor apart zetten. Het zijn maar suggesties. Maar als de Heer in het Oude Testament het graag zo concreet maakte, mogen wij het misschien ook wel concreet maken. Is er misschien een hoek van onze levensakker waar je altijd mee bezig was om alles ervan af te halen, dat je nu vandaag mag leren? Wacht, ik zie daar iets oplichten van Gods hart, van Gods liefde, van Gods zorg in de Heer Jezus. Maar dan mag ik dat wel doorgaan geven. Is er misschien een hoek van de akker van uw leven, die je misschien ongemoeid mag laten? Of een ander voorbeeld. Vers 19. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen. Als u vandaag katoen met polyester draagt, of iets anders, twee soorten, kun je vergeten. Dat mag niet. Wat is dat? En waarom mag de boer, als hij zijn akker heeft, niet zeggen, weet je wat, ik doe de helft rogge en de helft tarwe. Waarom moet dat nou één zijn? Nou, volgens mij heeft dat alles te maken met dat God zegt, wat bij mij hoort, moet bij mij blijven horen. Je moet de dingen niet met elkaar vermengen. Dat is denk ik het punt wat hier gebruikt wordt. En de Heere die wil dus dat zijn volk in de concreetheid van het bestaan kijk naar die akker en zegt, nu ik die akker zie, weet ik weer. Oh ja, de heidenen die gooien alles door elkaar heen, maar ik niet. Want ik wil me volledig op de Heer richten. Maakt dat ergens uit dat je de helft verdeelt? Heel nuchter gezegd zou je kunnen zeggen, misschien is het beter om het om te draaien. Maar het wil je wijzen op de Heer. En die twee kleren dan, waarom is dat? Ja, dat je naar je kleren kijkt en beseft, maar ik wil de Heere alleen dienen. Niet een beetje van de Heere en een beetje de afgoden. Hoe zouden wij dat naar ons toe kunnen halen? Nou, we mogen kijken hoe de Heer Jezus volmaakt dat gebod gehouden heeft. Hoe Hij de Heere met een onverdeeld hart gediend heeft. Hoe Hij met een onverdeeld hart op zijn Vader gericht was. Hij heeft het volbracht, terwijl ik zo vaak faal. Terwijl ik zo vaak mis. Maar dan iets concreter. Laten we kijken naar onze telefoon. Op zichzelf ook een soort van akker, toch? Dan heb je misschien wel hele goede websites openstaan nu, maar misschien ook wel hele slechte. En is dat dienen van God niet zo dat je dan eigenlijk concreet mag zeggen, Heer, als ik dan u zie, als ik dan u mag dienen, u lief mag hebben, dat ik dan misschien ook zo concreet mag maken? Dat ik dan op mijn telefoon niet alleen de goede en de slechte apps heb, maar dat ik zeg, dit is uw akker, toch? Ik snap dat het ingewikkeld is, maar toch. Zou dat een manier kunnen zijn om het concreet te maken? God wil ons helemaal. Leviticus 19 zegt, ik ben de Heere. Dat is de cadans in het hoofdstuk. De Heere die zegt, ik wil dat je in je dagelijks leven aan mij herinnerd wordt. Dat je met mij leeft. Gij geheel anders. En dan weet, in het beloofde land, en ook in 2024 is het heel makkelijk. Geheel anders, een beetje anders, bijna hetzelfde, gewoon gelijk. Ik weet wel, veel geboden horen bij een andere tijd,
Een andere periode uit Gods plan. In Christus worden ze vervuld. Maar daar waar je door de Geest geleid wordt, zul je kijken naar de grote en ook naar de kleine dingen. Ja, misschien fronste uw wenkbrauwen wel met het afscheren van je baard in vers 27. Wat betekent dat nu? Waarom mag je dat nou niet afscheren? Nou, dat heeft alles te maken met heidense rituelen, rouwrituelen. En tatoeages hebben er ook mee te maken. Die horen erbij in de wereld van de dood in die tijd. En als mensen, heidenen, in rouw waren, dan schoren ze hun baard af. Want ja, je baard, altijd groeiend haar, dat was een teken van levenskracht, van levenslust. Maar na het sterven werd dat dus geofferd aan de doodsmachten. Leviticus 19 zegt de Heer: zo mag je dus niet rouwen. En dan lees je in het Nieuwe Testament aan de Thessalonicenzen: wees dan niet verdrietig bij rouw, zoals de heidenen. Laat je verdriet nou geen heidens verdriet zijn, maar heilig verdriet. Nou, dan gaat het in één keer meer voor je leven. Oh ja, heb ik verdriet? Nee, ik ben niet verdrietig als de heidenen. En dan spreekt misschien het afscheren van die baard voor ons totaal niet. Maar dan proeven we daarin wel het kloppende hart van God. En zo mogen wij keer op keer kloppen, zoeken, speuren. Om de rijkdom van Gods woord te ontdekken. Tot zijn eer. Tot heil voor onszelf. Tot zegen voor onze naasten. Ja, één Bijbel. Twee testamenten, verbonden aan elkaar, verschillen van elkaar, maar verkondigen met elkaar. Tot slot, begon de preek met het voorbeeld van die moeder, die puberdochter. Die liepen tegen zichzelf aan. En die hadden een uitweg. Misschien dacht je, gelukkig hoeft dat zo bij ons niet. Maar ik hoop wel dat dat voorbeeld ons helpt. Want als wij kijken naar de heerlijkheid van Gods woord, dan zien we daarin ook getekend wie wij zelf zijn. Wij falen. Wij zijn zondaren. De een ervaart dat meer dan de ander. De een komt met een groot schuldgevoel bij dat kalf aan en de ander beseft zijn schuld pas echt als hij dat kalf de dood ziet ingaan. Wij hoeven gelukkig niet naar een kalf. Maar laat de preek van vanmiddag u dan brengen bij de Heer Jezus. De Bijbel is vol van Hem. Studeer dan op het woord. En bid ook om de Heilige Geest. Ja, laten we samen de schriften onderzoeken. Want die zijn het, die van onze Heer Jezus getuigen. En dan kom ik er steeds meer achter. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, Dies. Ja, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Amen.
Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan? Heere, we danken u voor uw woord. Die 66 Bijbelboeken, het Oude, het Nieuwe Testament, uw getuigenis, dat wat u ons te zeggen hebt. We danken u, Heere, dat we daarop mogen kloppen, dat we daarin mogen graven en dat we daarin soms gelijk wel aan de oppervlakte en soms in de diepte uw rijkdom zo mooi mogen zien oplichten. We danken u, Heere, voor de breedte, de diepte, de lengte van wat er in uw woord staat. Heer, we beseffen ook dat het woord van u ook heel duidelijk laat zien wie wij zijn. Klein, nietige mensen. Zondig en schuldig voor u. Allemaal verschillend. En toch, we zijn uw schepselen. We zijn toch uw verbondsvolk. En we bidden u, Heer, wilt u in onze harten werken. Wilt u ons steeds meer laten begrijpen van uw woord. En geven dat we daar ook houvast in vinden. Heer, we danken u dat we met al onze beperktheid bij u mogen komen. En dat we mogen weten dat u weet wat van uw maaksel te wachten is. Hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Stof, Heer, van jongs af. Sterfelijk. Dank u wel dat u in uw woord laat zien hoe u in Christus zoveel liefde hebt. Dank u wel dat die offerdienst in het Oude Testament ons iets laat zien van wie u bent. Dat het meer en meer getekend wordt in de Heer Jezus. Dank u wel voor die profetieën die verwijzen naar u. Dank u wel dat u zo wordt aangewezen, vooruitgewezen naar u. Heere, wilt u ons helpen om uw woord op waarde te schatten. Om het te lezen, te bestuderen. Zegent u onze dagboeken. Zegent u onze apps die we daarvoor gebruiken. Zegent u de Bijbels die we lezen. Geef dat we dat met volharding mogen doen. Zodat we dingen die we nu misschien moeilijk vinden, kunnen gaan begrijpen. We bidden u ook, Heere, voor de mensen voor wie het moeilijk is om te lezen. Dat dyslexie het moeilijk maakt. Dat we er eigenlijk geen interesse voor hebben, überhaupt voor lezen. Dat we het moeilijk vinden om te begrijpen wat daar staat en wat dat dan zegt. Heere, geef dan dat we dan elkaar ook mogen steunen. En elkaar mogen helpen. En laat in ieder geval de kern er voor ons allen uitlichten. Dat wij u nodig hebben en dat u ons graag wil vergeven. En schenk ons vooral, Heere, uw geest. Als u uw woord openen, de verenigingen. Als u uw woord openen persoonlijk. Als uw woord geopend wordt op de kansel. Zegent u, Heere, dienaren van uw woord. Zegent u mij en dominee van der Ree als we verbonden zijn aan deze gemeente. Maar zijn meer predikanten, Heere, ook verbonden aan onze gemeente. Dank u wel dat dominee Boot vanmorgen mocht invallen. Dank u wel dat dat kon, naar de kracht voor gaf, dat we zo'n zegenrijke dienst uit uw hand mochten ontvangen. Heere, zo zijn er ook die op andere plaatsen uw woord uitdragen. Zegent u ze, ze dat doen op hun werk. Evangelisatie, Heere, we denken ook aan het werk van de poster. Wilt u het werk zegenen, Heere? Laat uw woord zijn gang hebben. Zegent u catechisatie. Ook al is dat nu afgelopen. Heere, wilt u alstublieft ook helpen in de voorbereidingen voor het komende seizoen alweer. Zegent u de cursus. Zegent u ons allen. Als we bijbelstudie hebben. Als we groeigroep hebben. Heere, geef dat we zo met elkaar dicht bij u mogen blijven. Dat niemand van ons verloren gaat, maar dat we allen behouden zijn. Heer, dank u wel ook voor die concrete aanwijzingen die uw woord geeft. Het Oude Testament is er vol mee. Heer, wilt u ons bewaren voor een heel wettisch leven, maar ons helpen om uw hand te zien. En zo ook het heel concrete maken voor onszelf. Dat we niet alles wat op onze akker naar boven komt, dat we dat maar naar ons toe graaien. Dat niet is dubbelhartig leven. Heere, help ons. Vul ons. Vorm ons. Zegent u ons zo als gemeente ook, Heere, in ons kerkverband. Ook als we komende week een gemeenteavond hebben in verband met het convent. Heere, geef u zegen over die avond. Zegent u de voorbereidingen voor het convent. Heere, wij kijken op naar u.
We bidden u ook voor de wereld waar we in leven. We bidden u voor koningen, voor allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Heere, zegent u alsjeblieft ook de toerusting komende dinsdag van de jeugdpastoraal werkers. Zegent u het werk wat gedaan wordt op scholen. Zegent u ons in de opvoeding. Zegen ons in alle aspecten van het leven, Heere. We bidden u voor deze wereld waarin ook oorlog is. Zegent u mensen die zich inzetten voor vrede. Ook militairen uit Nederland die uitgezonden zijn bijvoorbeeld naar Irak. Heer, er is veel onrust in deze wereld. In Oekraïne. We denken ook aan Israël. Heer, ook daar. De conflict gaat maar door. Door die militair wordt er van alles teruggetrokken. Wij bidden u, Heer, geef ook vrede. En werk ook daar met uw geest. Werk ook daar, zodat ze in de Bijbel uw Heer Jezus zien. Ja, dat bidden wij voor die conflicten. Maar dat bidden wij voor deze hele wereld. Grote God, zo gaan wij op weg, de week in. Zegen ons en help ons. En leer ons zo het pad van uw geboden te gaan. Opdat wij dicht bij u leven. En uw grote goedheid meer en meer mogen opmerken. Tot u terugkomt. Of dat wij u zullen ontmoeten. Maranatha, Heer Jezus, kom alstublieft spoedig terug. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 103, het 9e vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.